Mijn naam is Stevie en ik wil Animal Crossing gaan spelen, maar ik doe even een audiotest. Goedemiddag allemaal en welkom bij de Animal Crossing video. Deze hebben we gelivestreamd een paar dagen geleden. Datum, ja, dat zie je op Animal Crossing. De bedoeling is dat we hier een leuke serie van gaan maken. Daar hebben heel veel mensen op gestemd op de Discord. Daarom eventjes deze korte update voordat de compilatie gaat beginnen. Wil je de volledige 4-uurse video zien, kun je dat natuurlijk op de Discord. Nee, niet op de Discord. De Twitch kun je dat zien. Goedemorgen. In het kort, de eerste 3 dagen zullen er helaas niet op staan. Dit in verband met het spel was net uit en we wisten nog niet dat we er een serie van zouden maken. Maar het eiland is gewoon zo gaaf dat we er gewoon mee doorgaan. Dus sorry voor het rommelige begin. Geniet van het eiland, meer kan ik niet zeggen. Veel plezier. En ja, we gaan dus iedere dag live. Dus ben je nog niet gefollowed op Twitch? Dit is een goed moment om het te doen. Veel plezier! Ja. Hallo iedereen, met jullie spreekt Tom Nook. Het is nu 3:58 op dinsdag 24 maart 2020. Dit is het nieuws van vandaag. Leafside heeft er vandaag een nieuwe bewoner bij. Broccolo. Ik wens jullie veel van het meer over het eiland leven. Dat was het voor vandaag. Het is tijd om eruit te gaan en te genieten van de dag. Ja, ja. Juist, Broccolo. Wie is Broccolo? Hoi Jay, hoe gaat het ermee? Hoi zus, wat leuk dat je er bent. Yay. In ieder geval, dit is mijn... Oh, je telefoon gaat. Jongens, dit wordt nog wat. Hallo, dit is Timmy van Nokshoek. Ik spreek met Stevie, toch? We hebben 33.456 klingels op je rekening gestort voor wat je in de verkoopskist had achtergelaten. Bedankt voor het gebruik maken van deze dienst. Hoop je snel weer in de winkel te zien. Groetjes, veel kusjes, liefjes, doei doei. Nou. Hebben we ook weer gehad. Stevie, je weet dat als je aan het bellen bent, dat je dan wel eventjes je klepje open moet doen en dan pas kan bellen. Ja, dat weet ik, maar voor effecten. In ieder geval, welkom in Leafside, mijn nederige stumpje, mijn nederige woning. Het waait een beetje hard, we hebben kersenboompjes. Mijn appels zijn gegroeid! Mijn konten ook! Mijn afgekeurde... Goed, nou in ieder geval, dit is mijn nederige huisje. En natuurlijk heb ik een Eevee boven mijn bed hangen, wat dachten jullie dan? Dus ik heb hier mijn lavalamp inderdaad. Ik heb hier mijn spierenbal. Ik heb dit van mijn zus cadeau gekregen. Ik heb hier zelfs een kooikarper neergezet. Vind ik leuk. Ik bedoel, serieus, zijn leuke diertjes, dus waarom ook niet. Leuke vissen, beste vissen ooit. En dit, jongens, dit geluid. Laat het me zeker weten. Hou op met dat getekend! Ik word er ook getekend van! Schei uit! Goed zo. Dus dit is ook een waterkoeler bij mijn bed. Want vaak dorst als ik wakker word. Dus. Maar waar willen we als eerste naartoe gaan? Jongens, echt serieus. Dit wordt gewoon lekker een interactieve stream. We gaan straks de poorten opengooien. Mensen die Animal Crossing hebben, die kunnen ook gezellig mee gaan kijken. Maar eerst is het tijd voor de mail. Dan kunnen jullie even neerzetten van wat willen jullie als eerste gaan zien. Goed. Wat heb ik allemaal in de mail? Oh, ik heb een brief van Ortelios. Ik heb 4 dingen van de Nook-catalogus. En oh, wat heeft Ortelios? I killed this yesterday! Hang it on your wall! Hij heeft iets gekild? Ik moet het aan de muur hangen? Wat? Ik maak me zorgen. Wat is dit? Een wandmodel bitsprinkhaan. En ik weet trouwens niet waarom dat Pieter in één keer als een piraat klonk. Vond ik grappig. Ik kan deze wel denk ik hier aan de muur hangen. Zo! Nou, leuk! Bedankt voor een mooie cadeau! Ziet er geweldig uit! Het past bij het behang. Ja, ik wil eigenlijk wel een ander behang hebben. Maar goed, in ieder geval, ik heb gisteren heel erg veel besteld. Ik heb namelijk de salontafel. Maar het allerbelangrijkste vind ik ook het konijnen-t-shirt. Ik wil het konijnen-t-shirt.
Deze, ja, het stond nog in mijn zak, maar maakt mij het uit. Nook-catalogus had ik dat aan een salontafel. Die was ook heel erg belangrijk, dus. Ik wil wel een ander petje op. Vandaag gaan wij dit petje, nou ja, wel met een ander Eevee-model. Maar dit petje gaan wij proberen te maken in Animal Crossing. Ja, dat is mogelijk. Zo heb ik dus ook dat ding gemaakt. En ja, dat is gewoon leuk. Dus, net een vakantiehuisje. Nou, ik wil het groter maken, maar daarvoor moet ik een lening afbetalen. En ja, dat moet wel heel erg snel gebeuren. Nou, laten we eens even kijken of we de andere even hooi kunnen zeggen. Dit is Tammy's huis. Tammy heeft die bloemenkrans van mij cadeau gekregen. En deze bloemen in verband met Tammy was zo vriendelijk om mij een medicijn te geven op het moment dat ik geprikt was door wespen. Oh, dit is Broccoli. Hey, Broccoli. Wie is Broccoli? Oh, je hebt ook Tammy in je town. Leuk. We hebben ongedierte, jongens. Broccoli. Hallo. Hallo, welkom in de noten. Ik ben Broccolo. Ik ben hier in je toeverhuisd in mijn juppie. Ik ben nog even druk met gesmolten snoep uit elkaar te peuteren. En andere dingen. Meubels plaatsen en zo. Mag ik er morgen nog eens langs? Dan kunnen we lol maken. Ik heb een muisje. Je hebt een vloer nodig. Maar ja, ik weet niet wat er allemaal in die doos zit. Waarschijnlijk heb je dat al. Dus kom morgen wel heel eventjes langs. Nou, het grappige is, zo'n Miles, dat wil ik jullie zeker laten zien, is heel erg handig voor resources en alles. Hey, Tank! Oh, pff, sorry. Hey, Klebam! Alles goed? Ja, ik heb geen cadeautje voor je. Er gaat niks boven de koude proteïne shake, weet je, daar een flinke workout. De eerste slok is geweldig. Dat is fijn. Sorry dat ik me net tegen je kop aansloeg. Dat was niet erg vriendelijk. Oh, daarachter zie ik Tammy. Nou, kunnen we Tammy dadelijk ook nog even voor je zeggen. Ik heb hem trouwens een vat gegeven, maar ik weet niet of hij dat vat heeft geplaatst. En hij is nu thuis, dus kunnen we helaas niet hoi zeggen bij hem binnen. Komen we later nog wel even langs. In ieder geval heel eventjes ook takken meenemen. Kunnen we meubels van maken, altijd handig. Kunnen we resources maken. Nou, dit is dus het Squareplein. Hier krijg je dus alle updates, ceremonies en alles dus op de memo board. Salad van Shellside. Dat is onze Leafy. We kennen die als Leafy. Die is een keertje langs geweest. Dus dit is van Pieter. Die heeft Drommels geschreven. Want ja, Drommels was 1 M te veel. Van Ortelios. Dit is van Suzy. Die dus ook gezellig erbij staat. Onze Suzy in de chat. Hartstikke gezellig. Is dit nou alle pret die ik aan kan? Maar wel een heel erg blij sprookje. En natuurlijk heb ik er zelf ook eentje geplaatst. Morning. Nice day for fishing. 1 dit. Nou. Tammy, hoe gaat ie? Tammy, kom hier. Tammy, je hebt nog steeds dat ding aan wat ik voor je gekocht heb. Leuk. Ja, weet je. Alles goed. Tijd voor een praatje. Dit weer is heerlijk. Vandaag gaat alles goed. Let maar op, weet je. Oké, als vandaag alles goed gaat, dan ben ik blij om. Hup. Oké, granted. Ik ben aan het zoeken naar de free item, maar oh, we hebben hem gevonden. Waar hebben we? Waar is het? Een digitale wekker. Wat is het verschil tussen de welke twee gasten? Dankjewel voor de Evo Boost Super Mario. Geweest in JZ Games met 100 bits. Dankjewel voor de Evo Boost. Kijk, zie je nou wel? I knew it! Goed zo! Normaal gesproken word je gestoken door die beesten en dan ziet je gezicht er niet uit. Daarom schud je bomen met een schepnet. Je hebt een wesp gevangen, poe, gelukkig ben je niet gestoken. Nee, inderdaad. Oh nee, niet nog eens. Ik doe het nou niet goed! Daarom heb ik altijd een zakje medicijnen bij, in ieder geval. Medicijnen innemen. Zo, niks aan het handje.
Alles is goed. Plus je kunt medicijn maken van een wespennest, dus Nou, als je nog een keertje wordt gestoken, dan val je flauw en dan kom je dus terecht bij je huis. Is niet een hele grote penalty, maar net zoals in elke game hou ik wel een beetje van een uitdaging, dus probeer het wel te voorkomen. Maar ja, aan de andere kant, ik heb elke keer medicijn bij me, dus er zijn er al 3 tegengekomen. Maar ja, aan de andere kant, ik ben 11 coins tegengekomen, dus nou ja! Ja, natuurlijk wil ik ruilen. Ik bedoel, serieus, je denkt toch niet dat ik een wesp vrij ga laten? Are you insane? Het idee dat je de wesp in je broekzak doet, oef. Wel in een potje, hoor. Ja, ik doe wel dit zo. Oké, nou, in ieder geval, onze inventory die zit vol, dus laten we eens naar het museum gaan. Precies, we gaan eventjes dadelijk langs Tom Nook. Maar ik ga eerst eventjes langs het museum, Wolf. Dus een ogenblik geduld, alsjeblieft. Hey. Psst. Hey. Was wakker. Was wakker. Oei, pardon. Hallo. Mijn waarde, Stevie. Welkom in het museum van Liefzaad. Hoe kan ik je van dienst zijn, mijn waarde? Kom maar eens even vertellen. Laten we eens even kijken hoe hij reageert op een wesp. Help! Wesp! Wat kwellen ze me toch? Ik ben dan ook verplicht om te vragen. Behoef je meer informatie over deze soort? Graag. Ah, is het heus. In dat geval, hoor toe. Wespen zorg ik in groep verband voor jongeren en beschermen gezamenlijk hun nest. Er kunnen wel duizenden wespen tegelijkertijd in een wespennest wonen, die allemaal samen aan het werk zijn. Het is behoorlijk indrukwekkend. Maar als ik me dan voorstel hoe die beesten in dat nest zitten te kroelen, krijg ik het spontaan hartkloppingen. Ik heb gelijk de kriebels. Hoe dan ook. Mijn oprechte dank voor je donatie. Hoewel de insecten bij mij niets aan walging opwekken, is het onding hier van de beste zorg verzekerd. Nou, daar ben ik blij om. Nou, we hebben in ieder geval nog een donatie. We hebben nog voor hem. Ik vind de uitleg vind ik altijd wel leuk om te doen. We hebben een zakjesdrager. Die zit toch niet zo eng? Oh mijn hemel, een zakjesdrager. Wat kwellen ze me toch, zakjesdrager. Elke keer in mijn veren, ik word er niet vrolijk van. Creepy. Ben je dan ook verplicht te vragen? Hoef je meer informatie? Ja! Ja, vooruit. Deze in een keer. De zakjesdrager heeft misschien iets weg van een worm, maar het is een rups. Hij maakt een knus zakje van zijde en bladeren om zich heen om zich te verstoppen. Zo komt hij ook aan zijn naam, zakjesdrager. Sommigen vinden het schattig hoe zakjes dragen aan bomen hangen. Het zijn echt gulzige monsters. Deze beesten proppen zich vol met bladeren en verslinden zo de boom waaraan ze hangen. Ongehoord van die wraakzuchtige schurken. Hoe dan ook, mijn oprechte dank voor je donatie. En nou wil ik geen insecten meer. Ga weg, weg, weg. Ik vind het echt leuk hoe dat hij een hekel heeft aan insecten terwijl dat hij een uil is. Maar goed, we hebben ook nog een paar fossielen gevonden. Nou, neem ze eens even allemaal onder de loep. Een deel daarvan zit nog niet in de collectie. Ik hou van deze uil. Nou, ik zou dadelijk ook eens even gezellig mijn poorten openen. Ik wil zeker deze wel even doneren. Gaan we even rondleiding doen door het museum, is wel leuk. Eens even kijken, we hebben de Plesiosauruskop, hartstikke leuk. En we hebben een Dunkleosteus, weet ik veel. Maar ja, die doen we dus allebei gelijk al eventjes doneren.
Even kijken, hoeveel ruimte heb ik nou in mijn inventory? Want ja, we kunnen wel eventjes ook even wat gaan verkopen. Nou, de wespennesten die bewaar ik eigenlijk liever. Vroeger vond ik het leren over verschillende diersoorten superleuk. Nu een stuk minder voor dat, over dat specifiek, maar ik hou nog altijd van de kennis. Oké. Hallo. Wat de actuele neus is dit? Een vissersbootvlag. Nou, het grappige is, dit zijn de twee unieke items. De unieke items die je vindt, wil je sowieso kopen, zodat ze in je catalogus komen. Heb je zoiets van, ik heb er nou helemaal geen ruimte voor, ik verkoop het maar weer gelijk, zonder van mijn geld. Maar ja, ik heb er niks aan. Dan kun je het kopen wanneer dat je het wil. Net zoals deze flamingo, koop het als je daar de kans voor hebt. Waarschijnlijk wel. Heb je iets nodig? Vertel, vertel, niet te snel, ik schrijf mee! Wat kosten de knollen vandaag? Ah, gisteren waren ze 61! Wat is de dagtopper? Een houtblok stereo. Nou, die wou ik sowieso nog eentje maken. Maar sowieso willen we dingen verkopen. Hoe vaak ga ik nog sowieso zeggen? Sowieso vaak. Eens even kijken. Nou, deze die weten we, dat is veel waard. De sabeltand tijgerstaart, die heb ik dus al. Digitale wekker wil ik niet verkopen. Die wil ik niet verkopen. Nou, wespen kunnen we gewoon verkopen. Ik serieus. Eentje zat om te doneren. Honingbij, die heb ik al gedoneerd een keertje. Onkruid, die hebben we nodig voor iets anders. De regelaars, die heb ik nog niet geplaatst. Forelbaars, die wil ik nog verkopen. En ja, de sabeltand tijgerstaart mag ook verkopen worden. Zo. Hoeveel krijgen we ervoor? ...17.920 klingels. Kocht. Ga eens even aan de kant, vriendje. Ik weet niet wat ik met een vlag zou moeten, maar ik koop het. En de flamingo koop ik ook. 3000 klingels voor een flamingo. Die ga ik bij het museum plaatsen, jongens. Dat is een American voetbal, maar ik wil een American voetbal. Oké, sorry. Wat is dit? Een picknickmand. Ja, die jullie de vorige keer ook al. Die wil ik niet. Kleinlijk. Stom. Stink. Meer gaan afwassen. Daar heb ik geen zin in. Had ik hier trouwens nog dingen voor nodig? Eens even kijken. Ze hebben nou een gele parasol met stippen. Nee, dank je. Marineblauw cadeaupapier. Oké. Aanpassingspakket hebben ze natuurlijk. Oeh. De ultieme do-it-selver. I want that. Dit is een duur grapje, maar I don't care. 3000 klingels voor een flamingo is het zeker waard. Ik bedoel, kom op, die dieren zijn veel geld waard. Dit is gewoon geldklopperij. Aha, ik heb een plan. Wil je het hebben? Betalen zul je. Veel lol. Had je nog meer leukere dingen? Want ja, je hebt heel veel van die do-it-zelf. Kersen die zijn 400, maar die groeien bij mij aan de bomen. Dus dan ga ik echt niet... Nou, laten we eens even kijken van wat die blueprints zijn. Nog wil ik die Pikmin. Die picknickmand, die wil ik nog steeds niet. Het lijkt alsof dat je Cam een heel klein beetje achterloopt op je spraak. Zo dan. Ik heb zin in mango. Ik wil ook mango's. Maar goed, wat waren nou die nieuwe plannen? Ik wil weten wat die nieuwe plannen zijn. Even kijken hoor. Wij kunnen nu... een eenvoudige wasbak maken. We kunnen nu een...
Mokugyo? Mokugyo? Ding maken. We kunnen een stenen oven kunnen we maken. Hartstikke leuk. Stenen oven, die zijn leuk om buiten eigenlijk te plaatsen. We kunnen een ijzeren wandlamp kunnen we maken. We kunnen een ijzeren houten aanrecht maken. En we kunnen een kookplaats maken. Dat is ook wel grappig. Maar dat was niet echt 6000 van ons. Graag gedaan. Goed, nou, laten we heel eventjes bij Tom Nook even langs gaan. En dan gaan we maar eens heel eventjes kijken wat we vandaag nog verder gaan doen. Want dit zijn eigenlijk een beetje, je wilt dus met iedereen praten. Je wilt met iedereen hoi zeggen. Wij zien hier Tank, die rustig aan het kijken is naar... Ik heb één stokje nodig, maar mijn handen zijn vol. Laat maar gaan. Maar hij is wel nummer 1. Hij is nummer 1! Nou, geen nieuwe aankondigen. Ik hoop in ieder geval dat de cam nu weer gefixt is. Ik heb heel eventjes dat gereset, dus... Hallo! Hallo, hallo! Hallo! Nou, je bent een en al oor, dat geloof ik niet. Maar het is tijd voor een ceremonie, want echt een museum is gedaan. Ik heb ook geen idee wat het is. Ceremonie voor het museum. Even zien. Welkom bij de openingsceremonie van het museum. Mijn stem is weer veranderd, want ik heb de hele tijd een andere stem. Dank jullie wel. Die tijd begon als een onbewoond eiland. Er was hier niet zoveel, maar nu... begint het langzaam te groeien. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van... nou, een beetje iedereen. En nu wil ik... heel kort... even iets zeggen, iets van Blathersoren... die het nieuwe museum gaat onderhouden. Blathers, aan jou het woord. Bewoners van liefheid, het is mij, Blathers. De nederige conservator van het museum. Ik ben overdonderd, werkelijk overdonderd... dat hier zo'n prachtig museum wordt geopend. Deze geweldige prestatie is enkel mogelijk gemaakt... dankzij jullie onvermoeide samenwerking. Dit eiland bezit een rijk ecosysteem... een ware schat aan allerlei interessante soorten. Ik ben dan ook vastberadender dan ooit... om jullie een voortreffelijk museum te voorzien. Ter afsluiting wil ik kwijt... dat ik hoop dat jullie in de toekomst... je steentje blijven bijdragen aan het museum... Ja, bedankt voor die inspiratie. Toespraak, Bladers. Ja, ja. En dan nu het woord aan degene die de bouw van het museum mogelijk heeft gemaakt. Ik heb het over Stevie, onze eilandwoordvoerder. Hallo. Wil je nog iets toevoegen, Stevie? Lekker bezig. Ja, ja, inderdaad. Bedankt voor je hartverwarmende en bemoedigende woorden, Stevie. Laten we met z'n allen deze ceremonie tot een einde brengen. Voor degene die als aandenken foto willen nemen, wees klaar om op een knopje te drukken. Ja, ja. Nou, goed dan. Here we go. Met goede hoop en een groei van liefheid in het ereren van het museum. Hoera! Bedankt allemaal. Tot zover deze ceremonie. Wel thuis. En vergeet niet je voeten te vegen. Ik ga even wandelen, ben er zo weer. Eerst goed, Timootje. Veel plezier met wandelen. Goed, nou, in ieder geval, dat hebben we gedaan. We hebben de shop gezien, de catalogus. Daar wil ik wel even naar gaan kijken. Want wat wil ik nou eigenlijk vandaag voor elkaar krijgen? Ik wil vandaag mijn lening afbetaald hebben. De lening is voor mij nog 150.000 klingels. Maar ik wil eerst eens heel eventjes kijken... wat heeft de Nook Miles voor ons? Zit er weer iets nieuws bij? Een Nook-foonhoesje... strohek, die had ik al, deze. Hartstikke niet zo boeiend. Het slaapmasker is op zich wel grappig. Ze hebben niet echt veel nieuws hierin. Dat is wel jammer. Zoveel enthousiasme op een ceremonie heb ik nog nooit gezien.
Nou ja, eens kijken of we hier iets nieuws hebben. Speciale artikelen. Even kijken, een draagbare platenspeler. Een grondspotje. Dat is een duur grapje. Als je die dus koopt, weet je wel. En je wil dus echt een spotlight maken op de grond. Maar die wil ik wel gekocht hebben alvast. Een tulphoed. Dat is de fishermanhoed. Dat is de fishermanhoed van morgen. Daar is Stefan Fischen in het. Die koop ik. Oh, en hoe? Je hebt er een pleister op geplakt, want ik heb alleen verstand. Bam, bom, 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 bom. Achtbal. Ja, waarom ook niet? Maar Stevie, wat doe je nu? Een chino, ik vind het een spijkerbroek, maar ik koop hem gewoon. De lage sneakers. Tuurlijk. Oh, je mag maar 5... Dat had je me eerder mogen vertellen, want dan had ik ook nog alleen ik gehaald. Ik bedoel echt serieus, het ziet eruit als. Eens even kijken. Betonvloer, betonwand. Blauwe kinderkamer. Oh, wat leuk! Dennenhoutparket. Tegelmatten. Oeh, maar die vind ik mooi. Maar die is niet te koop. Kan ik die maken? Die vind ik echt mooi. Deze vind ik niks. Die is leuk misschien wel aan de buitenkant of zo, maar niet aan de binnenkant. Waarom is dit allemaal niet te koop? Die vind ik ook mooi. Die is wel te koop. Jawel, er staat gewoon niet te koop. Oh, het is gewoon echt van alles. Ja, dit zijn allemaal dingen die ik al had. Nou, maakt niet uit. Oké, nou, dan gaan we naar de klingelautomaat. Want in de klingelautomaat, daarin kun je dus zien dat ik dus 80.000 klingels al gespaard heb. Nou, ik wil altijd wel een beetje geld bijhouden. Dus wat we gaan doen, is we gaan met ons spaargeld gaan we gelijk eventjes halveren. Maar ons goal is dus om in deze livestream het voor elkaar te gaan krijgen om dus nog 70.000... Nou ja, in ieder geval wat het lening resterende bedrag was, om dus dat helemaal af te betalen. Maar goed, we hebben daar alle tijd voor. We hebben nou een rondleiding gehad. We hebben vandaag eigenlijk een beetje alles gedaan. Hey, Tank, zeg het eens. Oh, jij wil even sparkelen? Ik sparkel even mee. Ja, ik sparkel even mee. Zeg het eens, jongen. Yo, meters aan het maken! Ja. Die brug biedt superveel opties voor trainingen, klabam! Tot nu toe sprong ik altijd over de rivier heen. Maar met de bruggenbrei kun je ook sprints trekken. Ja, wil je nou nog een... Wil je nou nog een brug? Ik bedoel, ik kan wel met Tom Nook even overleggen tot we nog een brug gaan maken, weet je wel. Dan kun je rondjes rennen. Ahoy! Oké, laten we eerst heel eventjes naar de klingelautomaat gaan. Eens heel eventjes onze lening verder aflossen. Echt, we kunnen hem eigenlijk al aflossen. Maar we gaan eerst naar een ander eiland. Goed. Gewoon mijn contant. Mijn spaargeld blijft gewoon op mijn spaarrekening. Punt. We verkopen alles. Hoppakee. Lening is bijna klaar. Hier kun je Nookmaals inwisselen. Nou, het grappige is, Nookmaals kun je... technisch gezien omzetten in bells, als je zou willen. Je kunt dus verschillende dingen kopen. Ik vind het wel leuk om een nieuw hoesje eigenlijk zou kunnen hebben. Haarkleuren? Nou, meer haarkleuren, waarom ook niet? Ik bedoel, dit is een permanente upgrade. Natuurlijk willen we dat. Die hebben we. Maar dit kun je dus met miles. Maar een van de belangrijkste dingen... Stel je voor dat je alles gedaan hebt. Je hebt je hout gehaald. Je hebt nog meer hout nodig. Je hebt meer materialen nodig. Maar je stenen die geven geen materialen meer.
Je hebt fruit nodig, maar je kunt nergens geen fruit meer halen, want ja, je hebt je fruit allemaal al verkocht of opgegeten of weet ik veel wat dus. Dan is er altijd de Nook Miles Bom. Hiermee ga je dus willekeurig naar een onbewoond eiland. En daarin heb je dus alle resources nog steeds staan. Deze eilanden zijn eenmalig, kom je nooit op de tweede eilanden. Je komt er nooit terug, zeg maar. Dus alles wat je daar doet zal verdwenen zijn als je dus weggaat. Dus neem zoveel mogelijk mee van dat eiland. Dus neem zo min mogelijk mee van jezelf. Dat zullen we dadelijk wel zien. Het grappige is, deze bonnen kun je verkopen voor 10.000 bells. Dus voor elke 2.000 miles kun je dus 10.000 bells krijgen. Of klingels in onze Nederlandse vertaling. Dus mocht je echt bells nodig hebben van, oh, ik wil dat dolgraag kopen en je hebt ik weet niet hoeveel miles. Eens eventjes kijken, want wat hebben we dus? Je wil zo min mogelijk meenemen, dus takken wil je wel bij je houden, want ja, gaan je meubels kapot? Nou ja, je kunt ook meubels kopen voor miles. Nah. Al ben ik bang tot mijn... ik ben bang dat mijn schep heel snel kapot zou gaan. Dus ik neem voor de zekerheid één ijzerklompje mee. Mocht ik een schep nodig hebben, ja, dat kost dan wel eventjes 100 miles, maar... Dan kan ik er in ieder geval wel gelijk een sterkere schep van maken. Oké, zandloop even. Nou, die verkoop ik dadelijk dan nog wel. Velcontainer, die moeten we nog wel eventjes planten. Steen hebben we niet nodig. En trouwens, volgens mij had je voor een belsteen nodig. Ah, who cares. Opslag. Opslag. Neem je medicijn ook altijd mee. Wespen komen ook voor op andermans eilanden. Of op onbewoonde eilanden. Dus die wil je ook zeker meenemen. Katapult heb je niet nodig. Een gieter heb je ook niet nodig. Polstok en ladder zal ik wel aanraden. In verband met, er zitten vaak heuveltjes. Is altijd maar de vraag. Je wil kunnen vissen. Je wil met je net kunnen. Je wil kunnen scheppen. En je kunt een bel altijd beter goed meenemen. En natuurlijk deze, die zal dadelijk verdwijnen. Goed, heb ik zo alles gedaan? Ja, mooi. Laatst. Oh, trouwens ook grappig, mocht de winkel dus gesloten zijn, dit is ook... Ja, ik verkoop mijn beest, geen zorgen. Mocht je winkel gesloten zijn, dan kun je dus ook inderdaad hier... Oh, nee! Ik weet niet of jullie hem ook zagen. Vind dit nog steeds zo creepy als het me zijn kan. Annemarie Koekoek. Annemarie Koekoek. Annemarie Koekoek. Annemarie Koekoek. Oh. Echt serieus, dit zijn gewoon wandelende goudklompjes, maar ze zijn super gevaarlijk. In ieder geval. Je kunt... Hier dus ook dingen in verkopen. Mocht je winkel dicht zijn, kun je in dit bakje ook altijd je spul verkopen. Maar, aangezien dat je dus zeg maar in de late uurtjes iets verkoopt en er moet nog administratiekosten, ze moeten uit gaan rekenen hoeveel, weet ik het allemaal nog meer. Dat moet allemaal in de ochtend, hebben ze zoiets van prima, maar we verkopen het dan wel voor 20% minder. Zo'n vogelspin, daar krijg je normaal gesproken, krijg je daar 8000 voor. Stop je hem daarin, krijg je er maar 6400 voor. De mooie no. De openingstijden van de winkel zijn van 8 tot 10. Ik zou maar even voor iemand een stroobed leggen. Goed, onbewoond eiland. Let's go. Nee, ik heb geen idee. Nogmaals, ik speel dit blind. Ik wil het ook niet weten, ook niet. Ik hoor het van eigens wel. Ik hou niet zoveel van spoilers. We willen de Nook Miles Bom. Trouwens, de Harvey Island. Dat is een fotoshoot. Dan kun je dus zeg maar uittesten... Hoe dat je een huis bijvoorbeeld zou willen inrichten of zo.
1, dit is Dodentoren. Wilbur! Wilbur! En als je wil reizen, vraag je dan af, wat zouden dodo's doen? Uitsterven? Ben ik bang voor. Pak wat je pakken kan! Stille hint, jongens. Pak wat je pakken kan. Dat is echt een stille hint. Oké, wat voor eiland hebben we? Even kijken. Deze bloemen boeien me niet. Maar we hebben kersen. Boeien me ook niet echt zoveel. Van een klif afspringen. Nou ja, kersen, we kunnen het meenemen. Ik bedoel, die kan ik nog altijd bij mijn zus verkopen. Nice. Mocht je dus goudklompjes vinden, een goudklompje is 10.000 waard. Dus ja, goudklompjes zijn het wel degelijk waard. En natuurlijk, hier wil je ook alle bomen schudden, want hier zit ook weer ergens een meubel verstopt. Kijk wel uit voor wespen. Oké, nou, ik ga hier wel eventjes een kaartje maken. Dat ik niet weg kan van dashen. Zou nou wel leuk zijn als we een goudklompje tegenkomen. Maar helaas. Wel veel ijzer. Daar ben ik wel blij om. Maar we weten in ieder geval dat er nog één steen is die we dus nog kunnen onderzoeken. Ah, nee. Nee, 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 nee. Niet hier. Jongens, ik heb de regel. Op het moment als ik knock-out ga. Op een onbewoond eiland. Ga ik naar huis. Dat is een eigen geschreven regel. Het gebeurt niet. Maar ik heb wel zoiets van. Ja, je gaat knock-out. Je bent dus ziek. Tijd om naar huis te gaan. Misla. Oké, ik heb hem. Trouwens, dit trucje zorgt ervoor dat je dus niet geen knockback krijgt. Ik weet niet of ik het nog een keer heb uitgelegd, maar... Het is een heel handig trucje. Goudklompjes! Goudklompje? 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 Welkom terug, Jolo Thomas. Nou ja, we hebben in ieder geval heel veel ijzer gevonden. Daar ben ik al blij mee. Nou is de vraag. Waar zit het meubelstuk? First try, serieus. Een waarzeggerset. Oh, nou heb ik hem ook gevonden. Eigenlijk alle regels die je dus hebt bij je eigen eiland. Alles wat je één keer kan doen. Hout hakken. Vruchten plukken. De geldsteen vinden. Nou, de geldsteen, dat is gewoon random. Je kunt hier namelijk ook 3 geldstenen hebben. Dus dat is gewoon een random factor. Maar stenen dus mappen voor ores. Dat kan allemaal op een random eiland. Maak daar zeker misbruik van. Dat zijn zeker de must-do dingen die je zeker wil doen. Ik wil je dus dadelijk zeker nog heel even hout gaan hakken, maar... Uh-oh. Oh boy. Nee, daar was ik al bang voor. Ah, verdorie. Nee, het is gelukkig geen spinnenbeet. Ja, dan was ik even vergeten dat dat ook met houthakken kon gebeuren. Ouch. Nee, waarom laat ik het de hele tijd vallen? Ik serieus, gebruik het gewoon. Yay! Daarom neem medicijn mee. Hallo. Oké, nou we hebben heel veel forelbazen gevangen. We hebben de waarzeggerset. We hebben een vogelspin. Nou, die mag ook van mij weg. Zeebaars hebben we. Slak weet ik namelijk niet zeker of ik die heb gedoneerd. Dus daar wil ik wel eventjes weten. Heb ik die gedoneerd of niet? Voor de rest. Ja, we hebben wat kersen. We hebben wat kokosnoten. Die wil je gewoon bewaren. Op een onbewoond eiland.
ben jij gestoken door een wesp. Was niet leuk. Maar ik denk dat we op zich hier niet zo'n verkeerde loot mee hebben. We hebben genoeg hout. We hebben twee palmbomen die we gelijk kunnen op kant en klaar kunnen plaatsen. We hebben weer genoeg ijzer met ons mee. Want vergeet niet, we hadden maar één stukje ijzer met ons meegenomen. En we hebben weer wat steen. Niet dat dat eigenlijk nodig was, maar... 10.440 klingels. Nou, dan is het eilandritje waard geweest. En dan hebben we nog al die materialen, hè, dus. En sowieso een eilandbezoek is veel leuker. Waarom zou je het omzetten in... Oké, geen spinnen! Echt serieus, die zonnebril, jongens. Echt, ik zie er niet uit met dat ding. Tammy heeft me het zien dragen, hè. Hallo, eBay. Oké, Tom Nook. Klingelautomaat. Lening aflossen. Contant. 2486 klingels. Yay! Mijn hypotheek is afbetaald, Nook. Oh, wat nou weer? Een extra kamer? Kan ik mijn slaapkamer maken? Ik wil een slaapkamer. Ja hoor. Als het niet te duur is. Als we die aan de achterkant plaatsen, ziet je huis er hetzelfde uit, maar heb je veel meer ruimte. De bouwkosten zijn dan ook een stuk lager, relatief gezien. Een huis kost 98.000. Een huis. Een heel huis met dak, raam, weet ik het allemaal nog al meer. Dit is lager. Maar ik wil een slaapkamer. Ik ga hier spijt van krijgen, of niet? Dit is trouwens wel een voordeel. Die kamer krijg ik dus morgenochtend vanaf 6 uur krijg ik dus al die kamer. Dan pas kan ik ook beginnen met die lening af te betalen. Het zorgt ervoor dat je dus constant ook bezig blijft. En dat maakt het wel leuk. En ik weet natuurlijk ook nog niet, want er komt morgen ook nog net er eentje. Dus, weet je hoe je bamboe krijgt? Ja, op die eilanden. Ik wil zeker nog wel naar een onbewoond eiland en alles. Maar ik denk dat het voor deze stream eigenlijk best wel leuk is geweest. Ik wil serieus, we hebben 4,5 uur zijn we bezig geweest. We hebben eilanden gezien, we hebben anderen bezocht. We hebben meubels gemaakt, we hebben meubels geplaatst. We hebben van alles gekregen. We hebben onze vriendelijke vriendjes hier overal gezien. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Ik denk dat we het daar wel bij kunnen laten. Ja, dat is nou iemand anders een plek. Dus laat ik daar maar niet... Dus jongens, in old-fashioned stijl. Ik denk dat we het daarbij gaan laten. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke livestream vonden. Willen jullie dit nou vaker zien? Willen jullie dus de evolutie van Leafside zien? Laat het me zeker weten. Er komen andere livestreams. Ik heb weer even een paar dagen vrij. Dus ik ga weer zeker livestreamen. Vandaag hebben we dit gedaan, maar we gaan dus zeker meer livestreamen. Willen jullie nou meer Animal Crossing zien? Laat het zeker weten in de feedback tab in onze Discord. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Dus ik zou zeggen, laat het daar achter als jullie wat meer van dit zouden willen zien. Lijkt me hartstikke leuk. Bedankt voor de leuke samenwerking met het maken van een petje. Ik vind hem zelf geweldig. Ik dank jullie voor het kijken. En nu, lampjes uit. Dan ga ik langzaam getikt worden van de klok van mijn zus.